In deze video gaan we je meer vertellen over het eerste leerjaar van Creative Media Design. Wat zei je? Creative Media Design? Wat is dat, Wendy? Als je creatief bent en je weet nog niet precies in welke richting je wilt studeren, dan kies je voor Creative Media Design, want daar mag je gaan experimenteren en durven en doen. Je doet van alles hier het eerste jaar. Fotografie, video, websites, apps, boeken, tijdschriften, film eens aan. Wat nog meer? Wat ben ik vergeten? Je gaat echt aan de slag met complete reclamecampagnes en alles wat daarbij komt kijken. Ontwerpen voor social media. Ja, je hoort al, dat is een super divers aanbod. Maar Jelly, kun je iets vertellen over hoe dat dan precies werkt? We werken met 4 lesweken. Dan hebben we masterclasses, workshops, wat langere modules. Maar we maken ook dingen in groepjes, dus echt teamwerk. Na die 4 weken sluiten we het af en dan volgt een ontwikkelweek. Ja, het voordeel daarvan is dat als je met iets bezig bent wat je misschien niet zo leuk vindt, dan komt er daarna heel snel weer iets anders wat misschien wel heel tof voor je is. Die ontwikkelweken is echt leuk. Dan gaan we echt het schoolgebouw uit. Dan gaan we naar musea, naar andere bedrijven, exposities. Je gaat ook zelf dingen doen. Iedere keer is het weer anders. In een notendop, is dit het eerste leerjaar van de opleiding Creative Media Design?